Bas Vaart, waarom ben jij hier? Ja, dit is de feestelijke opening van het nieuwe kantoor van Vodafone Ziggo. Ja, maar je woont in Amsterdam. Iedereen kent je van picknick en allemaal evenementen en gaming en allerlei andere zaken. Wat doe je? Wat doe je nu tegenwoordig? Ik heb een digitaal mediabedrijf weer. Dat heet Different Media. Samen met Winston Gestanovic en Taco Ketelaar. En we doen het nodige met Vodafone. Ja, want overal waar jij bent, dan vindt innovatie plaats. Ja. Dus wat voor innovatie doe je met Vodafone Ziggo? Nou ja, het is natuurlijk heel interessant dat operators in het algemeen in eerste instantie zeg maar toegang bieden, maar nu steeds meer naar content gaan en content ontsluiten. Zeker nu ze met Ziggo is het helemaal gewoon feest. Ziggo Sport, et cetera. Nou ja, wij ontwikkelen contentplatformen zoals Fit Channel. Dat is een soort Netflix voor persoonlijke gezondheid, beweging, fitness, online video's. Moet ik doen? Ik ben 5 keer per week tegenwoordig gewoon in de sportclub, Bas. Nee, ik gewoon van kan je gewoon thuis 12 kilo afgevallen kan ik nu gewoon voor de tv. Kan je gewoon thuis doen. Dus dat is een van die projecten. Daarvoor ben je niet hier. Nee, natuurlijk. Je bent gewoon voor de gezelligheid en dat soort zaken. Hoe vind je die combinatie bij elkaar? Heel goed, heel goed. Ja, ik vind dat ze... Kijk, je moet je voorstellen dat Ziggo Sport was natuurlijk wel een beetje... Met Max en alles, dat was natuurlijk een hele goede set. Dan hebben ze nog HBO, Game of Thrones. Ik weet niet of je Game of Thrones kijkt. Ja, ze hebben een waanzinnig entertainmentpakket. Dat moet ik... Hij wil, mijn zoon de cameraman, die zegt, papa, je zit nu bij de verkeerde. Ja, nee, het is gewoon top. Dus ik denk vanuit klantloyaliteit hebben ze een paar hele goede stappen genomen. En het is gewoon een leuk bedrijf. Ja, ze zijn natuurlijk samen, dus het zijn twee bedrijven, ze moeten hun weg nog vinden. Maar leuk. Wat is jouw grootste innovatieve project nou voor het komende jaar? Laat ik het zo zeggen. Ken je Kees Segers nog? Natuurlijk ken ik Kees Segers. Nu.nl en nog een heleboel andere leuke innovatieve dingen. Onder andere met Kees Segers een internationaal nieuw digitaal platform aan het ontwikkelen. Wat gericht is op zeg maar de bewuste wereldburger. Kijk, nou, en daar hoor ik. En wanneer horen we daar meer van? Maart. Oké, dankjewel, Bas.